In een spraakmakende aankondiging tijdens de laatste uitzending van RTL Boulevard is bekendgemaakt dat de gerenommeerde regisseuse Wil Koopman de felbegeerde Media-Euvre-award 2024 in ontvangst zal nemen. De spanning en opwinding waren voelbaar toen presentator Lex Uiting de bekroonde filmmaker verraste met deze prestigieuze prijs, die wordt beschouwd als een erkenning voor haar buitengewone bijdrage aan het Nederlandse medialandschap. De Media Euvre Award, een initiatief van het vooraanstaande online platform Spreekbuis.nl in samenwerking met de toonaangevende streamingdienst NLZIET, wordt toegekend aan een mediaprofessional die een aanzienlijke invloed heeft gehad op de evolutie van de media-industrie in Nederland. Dit jaar fungeerde ad-columnist Angela de Jong en spreekbuisuitgever uitgever Richard Otto als deskundige juryleden, die met grote zorg en toewijding de nominaties overwogen en uiteindelijk tot de unanieme keuze voor Wil Koopman kwamen. Het juryrapport onderstreept de onbetwistbare impact van Wil Koopman op het televisielandschap, waarbij haar naam synoniem is geworden met kwaliteit, creativiteit en succes. Vanaf haar baanbrekende werk aan kijkcijferhits als Gooise Vrouwen, De Voorse en Familie Kruis tot aan het recente triomf van de briljante serie Oogappels, heeft Koopman een onmiskenbare stempel gedrukt op het Nederlandse dramagenre. Haar ongeëvenaarde productie, gekenmerkt door een onberispelijke executie en diepgaande verhalen heeft haar gevestigd als een ware pionier binnen de industrie. Met een indrukwekkende lijst van succesvolle producties, waaronder Bureau Kruislaan, Unit 13, Baantje, Vrouwenvleugel, Danny Lewinsky, Patty en Eén Grote Familie, heeft Koopman bewezen dat haar creatieve visie en vakmanschap grenzen overstijgen en publiek van alle leeftijden en achtergronden weten te boeien. Elk van haar projecten, met hun unieke verhalen en karakterontwikkeling, Getuigd van haar vermogen om diepgaande emotionele connecties te creëren en de kijkers keer op keer te betoveren. Het is dan ook geen verrassing dat Koopman wordt geprezen als een ware legende binnen de Nederlandse televisie-industrie, en haar erkenning met de Media Euvre Award 2024 is niet alleen een viering van haar indrukwekkende carrière tot nu toe, maar ook een voorbode van de vele grensverleggende prestaties die nog komen gaan. Haar invloed zal ongetwijfeld nog vele jaren voelbaar zijn in de harten en geesten van kijkers over de hele wereld.